Vanuit de welkom weer bij een nieuwe aflevering van The Punch, waarin wij altijd praten over ringsporten. Of het nou kickboksen is of MMA of boksen, het maakt niet uit. Vandaag hebben we bijzondere gasten in de studio. Niet alleen Melvin Manhoef, de creator van het hele plan. Hoes. Nee, naast hem zit Rarko. Rarko, hoes. R to the A to the R to the K to the O. Hoe is het, man? Ja, gaat goed, man. Ja? Ja, gaat goed, man. Hoe is het met het trainen? Hoe is het met, de dagen doorkomen? Ben je al een beetje moe met je lichaam of valt het mee? Ik zeg eerlijk, ik heb nu 2 dagen rust gehad. Ja. Maar ik word al gek. Ik wil vandaag gaan trainen weer, man. Ik zit helemaal in het sport, man. Terwijl ik dat niet eens met voetbal heb. Met voetbal denk ik nog, vandaag ga ik niet trainen. Maar met dit ben ik echt... Ik wil elke dag trainen, elke dag joggen. Elke dag kracht doen. Niet elke dag kracht, maar gewoon steeds meer bezig zijn. Oh, ja. Maar ja, je hebt natuurlijk een einddoel natuurlijk, waar je natuurlijk moet werken. Ja, dat ook. Ik wil gewoon winnen, man. Ja. Ik denk gewoon aan winnen en de rest is geschiedenis, zo denk ik. Ja, want mensen kennen je natuurlijk, zeg maar, online. Hè, ja. Waar je als altijd, interviewer is. Ja, waar je altijd de gek steekt met heel veel mensen en waar je altijd een dolletje maakt. Ja. Weet ook dat je natuurlijk een voetbalachtergrond hebt, waar je toch wel veel skills hebt, als ik het zo hier en daar zo mag kijken. Ja, zaalvoetbal. Zeker. Want hè? Ik speel zaalvoetbal sinds mijn 14e, want ik speelde veldvoetbal. Tot de C heb ik gespeeld, dat is nu onder 14-1 of zo. Ja. Maar ik was een beetje te klein. En toen dacht ik, weet je, ik ga zelf voetballen. Ben ik gewoon vanaf mijn 16e speel ik in het eerste van die club waar ik nu speel. Dus 10 jaar heb ik al ervaring. Ja. Nou, dan heb je, dan is het met je conditie. Ja. Dat was snor volgens mij met zaalvoetbal. Ja, zwaar, man. Ja, man. Soms heb je een moment dat je heen en weer, heen en weer. Ja. Is 4 minuten vol en dan wisselen. En dan 2 minuten rust en dan weer erin. Oh, dus met zaalvoetbal is constant 4 minuten vol gas. Ja. Wisselen, 2 minuten en dan weer erin. Ja. Oké. Okay. Dus dat is wel zwaar, man. Je hebt veel kracht en loopconditie. Hoe kwam jij erbij om Rarko te benaderen voor boxing influencers? Gewoon. We waren aan het facetimen. Aan facetimen, man. En toen deed hij... ik ga vechten, ging zich uitkleden. En toen dacht ik bij mezelf, oké. En toen kwam hij op kantoor bij mij en toen kwamen we in een gesprek. En toen, toen leek het me hartstikke leuk. Om hem natuurlijk bij te hebben. En zodoende is het eigenlijk gekomen. En toen hebben we een afspraak gemaakt. En dan staat hij hier. En ik weet niet, ik vind het hartstikke leuk. En de ervaring daarnaartoe, hoe is dat jou? Hoe vind jij dat? Ja. Kijk, ik ga eerlijk zeggen, 2 maanden geleden, toen het echt officieel was dat je zei van je moet vechten. Toen zei ik tegen mijn broertje van weet toch, ik moet gaan vechten. En ik dacht in mezelf, ga ik het wel redden? Is het wel mentaal en zo, toch? Vroeg opstaan. En ik dacht, weet je wat, ik ga er gewoon voor. En er was nog een moment dat ik de eerste training had. En ik lag op de grond. En ik wou gewoon overgeven. En ik lag zo surfen. Ik dacht, man, wat ga ik dit doen? Ik dacht, Scotty, ik ga dat niet doen. Maar als ik nu naar mijn lichaam kijk, en dan ben ik wel trots op mezelf. Dat ik het wel heb behaald in 2 maanden. En dat ik gewoon nu, gewoon als ik jog in het begin, had ik het moment dat ik ging stoppen. En ik heb een bronchitis. Ja, dat is gewoon echt, niet dat die, het moet zijn dat ik niet te gaan halen of zo, maar ik ben wel trots dat ik met zoiets wel 5 kilometer gewoon elke dag dat kan joggen en niet stoppen. Ja. Nou ja, dat vond ik sowieso wel. Ja. Maar als je natuurlijk op zaalvoetbal op hoog niveau speelt en je hebt bronchitis, maar jij rent gewoon een hele wedstrijd uit, bij wijze van spreken. Ja, maar bij zaalvoetbal ga ik niet joggen en zo. Hè. Nee, bij zaalvoetbal is gewoon om 8 uur trainen, even positie spannen en zo, stop en dan weer woensdag, vrijdag. Maar dit is... Elke dag moet ik 8 uur opstaan, belt mijn neef aan, opstaan, moet ik joggen, moet ik kracht en moet ik petsen en moet ik ook sparren. Is anders. Ja. En dat ook, soms is gewoon... Nee. In het begin, de eerste keer toen ik ging sparren, ik ging tegen een jonge sparren, hij is wereldkampioen op een jonge leeftijd. En hij sloeg me met rechts en ik dacht van, hé bro, dit is wel een toren, man. Voor het begin is anders toch, want je krijgt dan die noem dat? Die shock. Ja. Maar nu? Ja. Sorry toch? Nee. Ik wil gewoon wachten, ik kan niet wachten tot vrijdag. Ja, want je gaat het opnemen tegen Sonny van Temptation. Hè? Nederland werd hij eigenlijk best wel bekend dat het een mannetje was die precies wist wat hij wilde. En hij wist heel goed hoe hij het voor anderen moest neerleggen. Ja. Hè? En ineens was dat de tegenstander. Hoe ben je erbij gekomen om hun tegen elkaar te opzetten? Nou, ook omdat net wat hij ook zegt, snap je? Ze zijn niet allebei 2 meter. Nee. dus op een gegeven moment moet je gaan zoeken. En dan moet je dus matchen. En toen hebben we gebeld en hebben gekeken. Nou, ze kwamen overeen met gewicht. En ze schelen, qua lengte valt het ook nog wel mee. Ja. En toen dacht ik, dit is gewoon een hele leuke match. Nou, en hij was meteen heel enthousiast ook. Ja, hij was ook heel enthousiast. Ja, zodoende zijn we op deze match gekomen. En
ik ben blij dat hij er nu staat. En ja, ik denk gewoon dat het een hele leuke partij gaat worden. Absoluut. Dat sowieso. Binnenkort Sonny ook hier in de studio. Laten we ons nog even meenemen, want de Face-off heb je gehad, hè? Ja. Ja. Dat is toch een beetje het entertainmentgehalte van ringsporten, dat ze toch willen weten. Is er nog een beetje een beef of is er wat te doen? Maar je hebt dat op een leuke manier opgelost. Laten we even kijken. Zee, hij weet het, hij is al een beetje bang voor mij. En ik ga je laten zien waarom ik ga winnen. Oh shit. Oh god damn. Kom uit Bellenshaven. Wat? We komen niet hier om te spelen. Man trekt zijn shirt uit. Wat dan? Kijk, man trekt zijn shirt. Kijk naar deze man. Man trekt zijn shirt uit. Kijk naar deze man. Looking like a mini Lexus. Kijk, ik ga hem interviewen. Je bent een pussy. Oh, god damn. De pussy. Maar deze man, hij komt uit Zandvoort. Maar je bent een beetje topcore. Rarko denkt dat het videoclip. Hij komt met gouden chick. Ik ga naar hem kijken, broer. Hij komt met gouden chick. Hoezo respect, man? Niet, broer! Kan niet, broer! Jij krijgt zo, jij bent met respect uiteindelijk. Ja, je weet toch? Nee, maar dat is sowieso. Kijk, maar dat is natuurlijk, iedereen heeft een verschillend verhaal. Ja. Die andere jongens hebben natuurlijk een hele andere verhaal dan jullie. Ja. Jullie was er nooit echt een beef, maar jullie hebben wel zoiets van, hé, luister, als we allebei de ringen gaan, gaan we toch ook voor de winst? Ja, tuurlijk voor de winst. Sowieso. Ja. En daarna kunnen we gewoon knuffel geven als ik win, weet je toch? Ja, tuurlijk, sowieso. Maar smaakt het naar meer? Ja. Ik zeg eerlijk, kijk, weet je het is? We moeten uitleggen, kijk, ik had nooit verwacht dat ik dit zou doen, in de ring gaan vechten en zo. Maar kijk, ik ben iemand, kijk, als ik, weet je toch, het is net zo hoe voetbal is. De bal is rond en je weet niet hoe het kan gebeuren. Maar ik sta sowieso in de model van dat ik gewoon wil winnen. En ik ga gewoon alles eraan doen om te winnen. Dat is dus je sportmentaliteit. Ja, ik ga alles eraan doen om te winnen. Maar anders kom ik Delfshaven in. Ja, anders kom ik sowieso de buurt niet binnen. En wat leuker ook eraan is, heel de buurt leeft met me mee. Zo. Ook mensen om me heen. Voor de mensen thuis, want waar kom je vandaan? Ik kom uit Rotterdam-West, Delfshaven. Ja. En het is gewoon een buurt. Het is gewoon aardig. Ze leven er gewoon met me mee. Maar als ik win, dan denk ik, kijk, ligt er ook aan wie tegen mij gaat spelen. Of hoe noem je dat, uitdagen of zo? Ja, ja, ja. Die tegen jou wil vechten. Ja, en dan kijken hoe het gaat verlopen in de toekomst. Maar ik wil eerst kijken of ik dit. Ik wil eerst winnen, begrijp je? Ja. Ik kan nog niet zeggen, ik ga tegen iemand. Ik heb nog niks gepresteerd. En als je hebt gewonnen, dan krijgen we een blokparty in Delfshaven? Wil je dat eruit gekomen? Maar komt wel goed. Hey, superleuk man. We wensen je natuurlijk ontzettend veel succes. Ja, we gaan ervan genieten de komende 28e. Ja. En hopen dat je met de winst naar huis gaat. Ik hoop het ook, man. ik ga ook goed even slapen, even rust nemen. Maar ik heb er wel zin in. Dat snap ik. Ja. Hey, Melvin, dankjewel weer voor je bijdrage. Rarko, dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, geen stress, man. En als jij thuis nou nog denkt van ik wil dit spektakel zeker meemaken, haal je livestream dan op boxinginfluencers.com en zorg dat je erbij bent. Want dit wil je echt niet missen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van The Punch. Tot dan. Hoi. Aanstaande vrijdag 28 mei, Boxing Influencers meets WFL. Met spectaculaire partijen, zoals het veelbesproken gevecht tussen Rarko en Sonny Lorenzo. De ultieme Tampa Battle, Greg versus Daryl. En het gevecht waar velen al maandenlang op zitten te wachten. De clash tussen Hanway en Joey Craig. Maar er is meer. In samenwerking met WFL zullen deze avond ook professionele kickboxers het tegen elkaar opnemen in de ring. Waaronder Mark Trijsburg, de comeback van niemand minder dan Ibrahim El Bouni. En het titelgevecht tussen Raymond Bonte en Boy Boy Martin. Dus haal je livestream ticket vandaag nog via boxinginfluencers.com.